Oma Brit leest voor. Verhalen van Ot en Sien. Geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstraat en geïllustreerd door C. Jetses. In de regen buiten. Ot en Sien spelen op straat. Zo pas was het orgel er weer. Daar hebben ze naar staan kijken. Maar toen het verder ging, mochten ze niet mee. Ze moeten bij huis blijven. Wat zullen ze gaan doen? Van de stoep springen, zegt Ot. Hij begint dadelijk. Eerst springt hij van de laagste tree en hup, nu van de tweede. Hup, hup. Sien doet hem na. Hup, hup. Niet één keer, maar wel 10 keer doen ze het. Maar wat is dat? Er valt iets. Gaat het nu alweer regenen? Ja, het zijn regendruppels. Ik ga er een vangen, zegt Ot, in mijn mond. Ik ook, zegt Sien. En daar staan ze nu, met de mond ver open. Ots pet valt op de grond. En overal vallen regendruppels. Op hun hoofd en op hun wangen en op hun neus, maar niet in hun mond. Ja toch, ik heb er een. Zie je hem, Sien? Ot komt bij Sien en Sien kijkt in Ots mond. Ze ziet zijn tong, zijn tanden en zijn lippen, maar geen regendruppel. Hoe kan dat nu? Zie je hem niet? Dan ga ik er nog een vangen. En Ot gaat weer staan met zijn hoofd achterover en zijn mond wijd open. Maar daar komt moeder. En ook Siens moeder komt naar buiten. En Ot en Sien moeten in huis. Wat jammer. Het was net zo leuk in de regen. Maar als de regen over is, mag Ot weer naar buiten. Sien is er ook al. Fijn. Wat gaan ze doen? Over de goot springen, zegt Ot. Er staat nu water in de goot. En op straat liggen ook plasjes water. Die zijn niet diep. Sien loopt er op de tenen door. Leuk is dat. Ze wordt er niet nat van. Durf jij het ook, Ot? Oh ja, best hoor. En durf jij met je platte voeten, zo? En nu zegt Sien, oh best. En ze durven steeds beter. Eerst deden ze het nog zachtjes, maar nu gaat het al harder en nog harder. En op het laatst staan ze naast elkaar in het water te dansen. Trui komt uit school en ziet wat Ot en Sien doen. Kom er ook in, roept Ot. En hij danst met Sien in het rond. Maar Trui komt er niet in. Gauw eruit, jullie worden kletsnat, zegt ze. Maar Ot wil er niet uit. Het gaat ze juist zo mooi. Trui moet eerst moeder roepen. En als die komt, is ze echt boos. Die kinderen toch, je kunt ze ook nooit alleen laten. Ze stuurt Sien naar huis. En Ot moet ook naar binnen. Daar trekt ze hem droge kousen aan. Dat zal Sien ook wel moeten.